Hallo, in de volgende tutorial gaan we kijken naar de interface van Solid Edge. We zullen daarbij de algemene interface kenmerken laten zien. En aan de hand van een specifieke omgeving zullen we daar ook ingaan op hoe nou eigenlijk de interface eruit ziet wanneer we met Solid Edge werken. En hoe wij eventueel eigen persoonlijke aanpassingen kunnen doen. Wanneer we Solid Edge starten, dan zien we het volgende scherm verschijnen. In het scherm zijn een aantal blokken te herkennen, zoals we hier viertal blokken zien. En in die blokken kunnen we bepaalde omgevingen starten of eventueel functies gaan bekijken. In de Create-venster zien we eigenlijk een vijftal omgevingen. De Part-omgeving kunnen we gebruiken om onderdelen te maken. De SheetMet-omgeving is daar specifiek op gericht om plaatmateriaal te maken. In de Assembly-omgeving kunnen we van bijvoorbeeld een Part- of SheetMetal-bestanden een samenstelling gaan creëren. En de weldment kunnen we daarvoor gebruiken om onder andere lasser toe te gaan voegen. In de draft-omgeving kunnen we van de eerdere gemaakte onderdelen of samenstellingen technische tekeningen gaan maken. Verder vinden we een open existing document. Hiermee kunnen we dus bestaande bestanden die in de onderstaande omgevingen zijn gemaakt, kunnen we openen. Met de recent documents kunnen we huidige bestanden die eigenlijk recent zijn gebruikt openen. Verder is het mogelijk om tutorials bijvoorbeeld te gebruiken en we kunnen onze eigen favoriete links toevoegen of eventueel de bestaande gebruiken. Goed, we gaan eens naar de partomgeving en eens kijken wat we daar allemaal in kunnen vinden. Nou, wat we zien wanneer het start is dat het ontzettend veel lijkt op de Microsoft Office layout. En verder vinden we bovenaan een grote balk, dat noemen we de ribbon bar. En in die ribbon bar bevinden zich verschillende groepen. Verder vinden we boven de ribbon bar vinden we hier tabbladen. Daar kunnen we ook doorheen scrollen. En we zien nu het volgende verschijnen. En dat is de command tips. De command tips geven jou tips over bepaalde functies die jij gestart hebt. Nou, in dit geval, wanneer we bijvoorbeeld op OK klikken, zien we onderaan dat de command tip informatie geeft over de command finder. Mochten we die uit willen zetten, dan kan dat via de Solid Edge Options. En daar zullen we later in deze video nog aan toekomen. Goed, we hebben dus een aantal verschillende tabbladen. We kunnen daar doorheen scrollen. En op de ribbon bar vinden we groepen met daarin functies. Die functies die behoren tot de groeptype. Dus bijvoorbeeld bij de relatiegroep vinden we functies waarmee we relaties kunnen aanbrengen. Daarnaast is het van belang dat we hier aan de linkerzijde, in de zogenaamde Pathfinder die we hier zien, zien we nu Synchronous staan. Dat kunnen we ook wijzigen naar Ordered. Dat is een belangrijk aspect wat we in de partomgeving zullen zien, is dat we twee verschillende methoden van modelleren hebben. Tijdens de verdere tutorials die we zullen zien, zal daar ook onderscheid in gemaakt worden. En het wisselen tussen die omgevingen kan door met de rechtermuisknop erop te klikken en te kiezen voor Transition to Ordered. Eventueel kunnen we ook naar het tabblad Tools gaan en op dat tabblad kunnen we ook kiezen voor Synchronous of eventueel Ordered. Daarnaast is het mogelijk om ook sneltoetsen te gaan gebruiken binnen Solid Edge. Het weergeven van sneltoetsen kan door op Alt te klikken en vervolgens kan je naar bijvoorbeeld hier gaan om naar het tabblad Inspect te gaan. En daar kunnen we bijvoorbeeld met N in dit geval de Normal Distance starten. Deze sneltoetsen kan je zelf ook aanpassen. Zometeen iets verderop in de tutorial zullen we daar ook naar kijken hoe dat kan. Oké, verder vinden we bovenaan een zogenaamde Quick Access Toolbar. Wat we daarmee kunnen is snel functies starten. In dit geval zien we de save en de undo daar staan. We kunnen daar ook zelf functies aan toevoegen. Bijvoorbeeld in dit geval op tabblad tools variabele tabel. Door met de rechtermuisknop daarop te klikken kunnen we zeggen add to quick access toolbar. Nou, in dit geval vraagt hij nog om een thema type. Daar kunnen we bijvoorbeeld thema 1 aangeven. Zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen verschillende configuraties zou je het kunnen zeggen. Oftewel thema's. Oké, in dit geval vindt hij bij mij nog niet desbetreffende standaard files om dat te kunnen doen. Dus in dat geval zal hij dat zelf gaan aanmaken. Dat komt omdat ik onlangs Solid Edge opnieuw heb geïnstalleerd.
Goed, dus in dit geval vinden we dus hier de variabele tabel en die kunnen we dus nu eenvoudig starten. Dan hoeven we niet eerst naar Tabla Tools en dan vervolgens te kiezen voor variabelen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een hele groep toe te voegen. Nou, stel dat we, zoals net in het voorbeeld, bij het tabblad Tools de groep Model willen gebruiken om snel te kunnen switchen tussen Synchronous en Ordered. In dat geval kunnen we op de groep, rechtermuisknop op de groep klikken en kiezen voor Add to Quick Access Toolbar. In dit geval zien we dus dat de hele groep aanwezig is en we op deze manier dus eenvoudig kunnen switchen. Oké. Wat verder net opvalt is dat er dus een klein verschil is tussen de omgevingen. Daar gaan we zo meteen naar kijken wanneer we net als bij de sneltoetsen daarna een apart menu voor gaan. Net hadden we het al even over de Pathfinder. Die vinden we hier. We kunnen hem ook een stukje verslepen. In deze Pathfinder zal komen te staan wat voor bewerkingen we hebben gedaan op een model. In de partomgeving laat hij echt bewerkingen zien. Wanneer we in een assembly-omgeving zitten, dus we maken een samenstelling, dan laat hij zien wat voor onderdelen er in aanwezig zitten. Eventueel kunnen we de layout wijzigen door op Ctrl te klikken en vervolgens dubbel te klikken daarop. En dan zal die een pane worden, zoals we dit noemen. Met dat pane kunnen we vervolgens, wanneer we het gaan verslepen, ook zogenaamde docking stickers gebruiken. Deze docking stickers die maken het mogelijk om dus je pane ergens te plaatsen. Stel dat we hem aan de linkerkant willen plaatsen, dan kunnen we die eenvoudig hier neerzetten. Met de auto hide, met het kleine pinnetje, kunnen we die vervolgens in deze lijst gaan plaatsen en eruit halen. Een aspect wat we vaak tegenkomen is dat per ongeluk een van deze panes verdwijnt. Daarom gaan we laten zien hoe we dat ook terug kunnen halen. Tabblad View staat in dit geval bij de groep Show, kunnen we kiezen voor panes. Stel dat in dit geval de feature library, dat die uit zou staan, dan kunnen we daarvoor kiezen om deze in dit geval aan te zetten. Oké, verder zetten we nu de pane eerst weer eens terug. Dus wanneer we die opnieuw, in dit geval de Pathfinder, weer transparant willen maken, dan kunnen we op Ctrl klikken en opnieuw dubbel klik om deze vervolgens weer deze kleur te geven. Goed, verder vinden we onderaan de zogenaamde prompt bar. Nou, daarvoor gaan we eerst eens een functie starten, of gaan we even naar de ordered omgeving. Want wat we in die prompt bar kunnen zien, is namelijk een stappenplan wat we kunnen doen. In dit geval, wanneer we de functie extrude starten, zien we onderaan click on a planner face or reference plane. Dus hij vertelt wat jij moet gaan doen. Wanneer we dat vervolgens doen, zal hij in prompt bar de volgende tip geven. Daarnaast vinden we ook als een soort zoek- of helpfunctie de command finder. Stel dat we in dit geval informatie willen zoeken over de extrude, of willen weten eigenlijk waar die zit. Stel dat je in een boek iets leest over een functie, maar je kan hem niet vinden, dan kunnen we in dit geval zeggen, we willen iets weten over extrude. Vervolgens in het lijstje van de pathfinder wat start, zullen we hier dan zien, oké, de extrude, waar zit die? En eventueel wanneer we op het vraagtekentje ernaast klikken, in dit geval geeft hij dus weer waar het zit. En op het vraagtekentje kunnen we daar extra help van krijgen. Goed, dan komen we direct bij de SolidEdge Help. De helpfunctie is te starten door hier op het kleine icoontje Help Index te klikken. En dan verschijnt er vervolgens een Help Pane. Net hebben we al een ander type pane gezien, in dit geval een Help Pane. Nou, daar kunnen we zien wat voor SolidEdge versie we werken. Eventueel kunnen we de updates downloaden via deze links hier. En we kunnen daarnaast ook de help zelf gaan benaderen. Nou, in dit geval zien we hier de SolidEdge help. En we komen dus weer in hetzelfde type scherm terecht als wat we net tegenkwamen. Stel dat we dus informatie willen over bijvoorbeeld de extrude, dan kunnen we ook via deze weg daar naartoe gaan en vervolgens daar in de verschillende informatiebronnen de informatie over opzoeken. Oké, vervolgens komen we terecht op de radial menu. En die kunnen we starten door iets langer de rechtermuisknop in te houden. En vervolgens verschijnt er hier het radial menu. Nou, in het radial menu kunnen we eigenlijk eenvoudig functies starten die we veel gebruiken. Dus stel dat we de extrude functie veel gebruiken, dan kunnen we daar de rechtermuisknop voor kiezen. En dan start die automatisch de extrude. Nou, te bematen staat hier de Smart Dimension.
Opnieuw zien we hier in dit geval de command tips verschijnen. Nou, daar komen we ook direct op hoe we nou eigenlijk die dingen kunnen wijzigen allemaal. Want stel dat we in dit geval de radio menu starten. Hoe kunnen we nou zorgen dat die andere functies komen te staan? In dat geval kunnen we naar, in dit, bovenaan bij de Quick Access Toolbar, naar Customize. En dan verschijnt het volgende scherm. Nou, zoals we net al zagen, verschilt bijvoorbeeld bovenaan bij de Quick Access Toolbar het per type omgeving. Zo zagen we net dat bij de Synchronous omgeving andere instellingen waren als bij de Ordered omgeving. We zien nu ook een paar dingen veranderen wanneer we dat aan de andere omgeving voor kiezen. In dit geval kunnen we dus per groep kiezen. Het keyboard, dus wat voor dingen zijn er zichtbaar, kunnen we hier de sneltoets gaan veranderen. Stel dat we in dit geval dimensions, voor de smart dimensions een sneltoets willen gebruiken, dan kunnen we dat hier dus zelf aangeven. Verder bij de Quick Access zien we hier dus ook dat we onze eigen Quick Access toolbar kunnen maken. Dus stel dat we in dit geval een smart dimension willen toevoegen, dan kunnen we aangeven dat we hem willen adden en dat we vervolgens bijvoorbeeld een separator ertussen willen voegen om het netjes overzichtelijk te houden. Goed, de ribbon bar, daar hebben we net dus bovenaan over gehad, dat is de bovenste balk met de groepen en daarbinnen de functies. Daar kunnen we ook dingen aan en uitzetten. Zo zien we hier dat in mijn geval staat nu de groep surfacing aan. Stel dat we die nog niet gebruiken en de groep simulation niet, dan kunnen we die alle twee ook uitvinken. Verder kan dat per functie ook. Dus stel dat we functies als hier de optimize niet gebruiken, dan kunnen we die eventueel uitzetten. De radio menu, die zagen we net. Hoe we daar functies kunnen wijzigen, dat is bijvoorbeeld hier de functie te selecteren. In dit geval kiezen we voor een functie die er nog niet in staat, bijvoorbeeld de angle between. En door hem na te slepen kunnen we zeggen op wat voor plek die moet komen te staan. Stel dat we in dit geval niet vaak het gebruiken om te fitten, maar we daar sneltoets voor gebruiken, dan kunnen we die bijvoorbeeld op deze plaats zetten. Ook dit kunnen we dus aangeven dat we daar eventueel verschillende opties in willen maken. Dus via de customize kunnen wij dus onze eigen instellingen doen voor de interface. Nou, wanneer we die willen sluiten, dan zal SolidTech vragen of we dat willen opslaan weer in zo'n thema. In dit geval doen we dat wel. En wat we dan zullen zien, dat is in dit geval dus ook dat die opties worden toegepast. Goed, nu komen we op het punt waar we bijvoorbeeld die command tip zagen. Dat hier aangaf zo'n ballonnetje met informatie erin. Zulke soort opties kunnen we allemaal instellen in de SolidEdge options. Deze zullen vaak gebruikt worden en die zijn te bereiken via de application button. En de application button die is bijna te vergelijken als de Windows button eigenlijk onderin, die we hier zo zien. Via de application button kunnen we naar SolidEdge options. In die opties kunnen we verschillende opties instellen per tabbladen. In de volgende tutorials zal je ook regelmatig aan toegegaan worden om daar bepaalde instellingen te doen. En in bijvoorbeeld tabblad helpers zien we in dit geval show command tips. Dus wanneer we die niet willen gebruiken, dan kunnen we in dit geval die uitvinken en zullen de command tips dus niet meer verschijnen. Eventueel kunnen ze opnieuw aanzetten, dus dat ze vooraf weer beginnen, door te klikken op reset tips. Goed, dus in deze tabbladen kunnen we eigenlijk verschillende omgevingen aangeven. Zo kunnen we hier ook onze naam en initialen aangeven om die snel te kunnen koppelen aan onze documenten. Wanneer we vervolgens het venster sluiten, dan kunnen we aangeven of we die wel of niet willen opslaan. Hiermee is de tutorial eigenlijk afgerond wat betrekking tot de interface van SolidEdge.